Niet normaal, hè? Zoveel reacties. Echt super tof. Ja, maar ook van die verkeerspost en zo. Leuk, hè? Oh. Ik ben Lonne, projectengineer bij Demas Holland. Ik ga ervoor zorgen dat het systeem ingebouwd gaat worden aan boord. Nou, dan door het weer verlaten, op naar de werf. Dag Kerk, dag Dort. Nou, dat was een snelle actie. 5 minuten, hé. Waar kwamen we erachter? Hè? Oh, ja, over 10 minuten kunnen we de brug hebben, maar we moesten alles nog doen. Ja. Motoren nog starten, alles. En of we getraind zijn dus, hè? Nou. 5 minuten hadden we de brug. Alles los, alles klaar, alles opgeruimd gaan met die banaan. Ja, echt hè? Ja, dat is toch wel tof, of niet? Nou, op naar de werf. Ja, op naar de werf. Gemakkie, we hebben mooi weer. Ja. Dus, het is echt lekker vaar weer. Zonnetje schijnt. Ja, het hoeft voor mij niet zo snel te gaan hoor. Nee, het is echt lekker boven. Rustig is aan. Dus, nou, op naar Altena. En dan gaan we morgen droog. Ja, morgen rond de middag droog. Ja. Morgen al wat visites. We moeten dingen natuurlijk afwikkelen qua verzekering. En dan gewoon rammelen met die hap, denk ik. Ja, want we hebben een deuk, hè? Een deuk van iemand die ging weg in de haven. Dat is alweer 2 jaar geleden. Ja. En dat moet gewoon nu echt gedaan worden. Maar ja, valt niet mee. Maar die meneer die ging los en die vaart er een deuk in en die vaart gewoon weg zonder iets te zeggen. Ja. En gelukkig was Diaan heel scherp dat ze de naam wist en die verschrikkelijke kleur van die boot. En ze hebben hem kunnen achterhalen en toen had Erik nog de camerabeelden en toen zei die man, oké, ik heb meer schades gevaren, maar hier kan ik niet van winnen, want het stond gewoon op beeld. Dus nou ja, we gaan het wel weer zien. Maar ja, we zijn een week of 2 verwachten we onderweg. Oh, dan kom je hier ook nog een snel bootje. Nou, wat lachen, joh. Wat een diapaas. Daar is de brug, daar is de keel, dus op naar Altena. Zo, we zijn de kruising overgestoken. We zitten op de Dordtse Keel. Het is lekker weer. En richting de Moerdijkbruggen. Het was lekker rustig. Helemaal geen vaart. Er zat alleen zeevaart. Maar ja, die hebben we even afgewacht. Rustig al. Dus dat is veel veiliger. Nou, hier hebben we het goede voorbeeld. Dat zeilbootje dat vaart helemaal aan de verkeerde kant in het midden van de rivier. Geeft geen antwoord. Blijf nou gewoon aan je eigen kant. Kleine moeite. Ik snap niet wat zo'n man hier doet. Als ik hier met de Gibraltar aankom, ga ik er gewoon overheen. Je ziet ze gewoon niet. Niet normaal. En dan moet je opletten, dan gaan ze ook nog gewoon vrolijk zwaaien. De man zit helemaal aan de verkeerde kant. Zie je? Gewoon zwaaien, niks, er is niks aan de hand. Ga gewoon weer naar de verkeerde kant. Blijf nou gewoon aan het stuurboord. Blijf aan je stuurboord val. Hier ook. De man gaat gewoon weer naar zijn verkeerde kantje. Ah, die mensen moet je gewoon van de weg afhalen. Van het water afhalen. Nou, de vluchthaven Schravendeel.
Nou, bijna aan het einde van de keel. Nou, de brug onderdoor. En Diane die krijgt allemaal berichten van volgers. Die hebben allemaal die boten gespot. Ja, niet normaal. Echt niet normaal. Eerst vanmorgen de Gibraltar. Ja. En vanmiddag weer at your life. Drie keer de Gibraltar. Dus niet normaal, hè? Zoveel reacties. Echt super tof. Ja, maar ook van die verkeersposten en zo. Leuk, hè? Ja. Ja, echt zo leuk. Gaan jullie weer daar? Nee, echt leuk. Ik vind het echt super tof. Ja. Het lijkt net of wij BN'ers op het water zijn, hè? Ja. Niet je vaart normaal. Je vaart helemaal niet, krijgt de foto's op. Ja, niet normaal. Nee. Maar superleuk. Ik vind het echt superleuk. Echt, wij hebben gewoon leuk publiek. Leuke kijkers, leuke volgers. Ja, nee, hele mooie foto's krijgen we. Ja, ze echt wel. Ja, echt mooie foto's. Dus, en die poster ook dan, hè? Ja. En bedankt voor die foto's. Ja. Heel vet haar. Nee, maar het is echt gewoon heel erg. Ja. We varen onder de bruggen door. Ik krijg alleen een beetje tegenwind, hè? Het is een beetje, wordt een beetje frips. Een beetje frips. Nou, zo erg is het ook weer niet, hè? Nee. Ja. Nou, het is wel bezig te vringen. Tenminste, net zit er een soort uit de wind. En dan zit je lekker in de zon en opeens wordt het fris. Maar ja, misschien gaat dat nog wel een keer over. Nou, we krijgen de wind een klein beetje van voren, ja. Een beetje frips. Ga ik achter je zitten in mijn stoeltjes. Ja. Ga ik achter jou in mijn stoeltjes zitten. Nee hoor. Nou, het is wat het is. Wat het is. Het is in ieder geval lekker weer. Niet zeuren. Heerlijk. Gaan we zo de Amer op. De Amer. De Amer. We gaan de Amer op. De Amer. Zo de Amer. De Amer op. De Amer op. De Amer op. Oh. Die maakt er een liedje van. Nou, kan je eigenlijk zingen of niet? Jawel. Ja, doe eens dat. We gaan de Amer op, de Amer op. Als je mijn lol hebt, toch? Nou, schiet lekker op, hè? Hè? Schiet lekker op. Want? Nou kreeg ik de vraag over die Starlink, hè? Nou, het is de eerste keer dat we gaan varen met die Starlink erop. Ja. En ik heb gewoon internet, hè? Overal. Oeh, dat is wel fijn. Overal waar we varen, ik heb gewoon internet. Ja. Dus Starlink werkt ook onderweg. Je hebt ook overal wind, hè? Ik heb ook overal wind. Oh, ja. Nee, oké. Maar ja, je zei net, als we naast de virage blijven varen, ja. We hebben geen wind. Dus als je nou een beetje naar die man toe vaart... Misschien kunnen we aanhaken. Ja, precies. Nee, het is wel mooi weer, maar het is best een behoorlijk windje. Nou, die Starlink doet goed. Ja, die doet echt goed. Nou, dan kun je overal editen. Gewoon internet onder het varen. Nou, toch fijn voor je volgers dat je niet offline bent, hè? Nee, joh, Erik is er gewoon bij. Hij is erbij. Door Starlink. Gewoon internet. Ja, mooi, super. Ja, Diana heeft ook een plekje gevonden. Ja. Hé, hey, kijk, ik heb hier een steuntje voor me. Ja, we hebben geen stoelen hier boven dek. Nee, we hebben geen stoelen, nee. Nee, we hebben hier helemaal niks. Je bent gewoon te lui om het uit te pakken. Maar we zijn er bijna. Ja, we zijn bijna bij Drimmelen. Nog een stukje. Lekker hoor. Bijna bij Drimmelen. Nou, hier vaart een Pacific, denk ik. Zal het zijn een Pacific?
we zijn weer bij de brug. Zo het hoekje om. Ja, klopt. Dan zijn we bij Altena. Ja, 6 uur. 3 uurtjes gevaren. Gemakkie. 10 kilometer per uur. Dus, we zijn er. Goed gelopen. Ja, toch? Lekker, lekker rustig. Ja, is echt super. Dat was mooi weer. Ja. Dus zo het even vastmaken. Ja. En dan kijken of ons hotelschip er nog ligt. Oh ja, daar heb Jan hem opgehaald. Nou, dat zou wat zijn. Ja, we zijn er. We zijn er. Ja, mooi plekje, hè? Ja, mooi plekje. Liggen we gewoon weer naast elkaar. Ja, leggen we weer naast Jan. Dit wordt ons hotel voor 2 weken. Stekker erin. Morgen even wat spullen overgooien. Mooi zo. Altijd even de machinekamer checken. Kijken of de motoren geen lekkage hebben. Het ziet er allemaal goed uit. Allemaal mooi. Nou. Alles weer klaar, schatje. Hè? Morgen weer pop. Ja, nou, het is net als je de foto ziet of gewoon kijk. Ja, net of we in onze eigen thuishaven liggen. Kijk. Ja. Nou, wel fijn van Jan dat we mogen lenen. Ja. Ja. Ik hang een beetje op de bank. Super fijn. Het is net of we gewoon in het dorp liggen. Ja. Ideaal. Hetzelfde uitzicht. Ja. Nou. Zie daar een kraan. Nou, we gaan even kijken of de walstromen doet. Maar ja, morgen vinden we. Morgen? Ja. Ja, wij spullen ook gewoon makkelijk. Nou, de walstroom doet het ook. Nee. Het gaat gebeuren. Ja, we gaan. Uit. Dus ja, klaar. Dus we hebben er zin aan. Ja. Dat zeg ik altijd maar. Ik heb mijn drone klaar staan. Ja. Dus die gaan we dadelijk even in de lucht hangen. Ja, ik heb de laatste dingetjes, dus die ga ik even naar de hiernaast brengen. Ja, even naar de buurman, ja. Ons hotelschip. Dus opladers. Ja, wat droog. Ja, wat droog. Wij zijn binnen en Andrew Life is op de kant. Oh, hij staat er. Ja, hij staat droog. Mooi hè? Ja. Nou, kunnen we hem even afspuiten.
Niet verkeerd, hè, na 5 jaar. Hè? Ja, goed, ja. Oh, nee. 5 jaar. In ieder geval aan te doen. 5 jaar de eerste spuit erop. Ja, lekker. Veel gevaren. Ja. Ik maakt het dan niet zo heel erg veel uit waar die zit. Nee. Ik zou jou eerst even voorstellen. Ja, ik ben Lonne, projectengineer bij Demas Holland. Ik ga ervoor zorgen dat het systeem ingebouwd gaat worden aan boord van Joy Life. En je gaat er niet zelf in zitten? Nou, ik denk dat we dit eens met z'n tweeën gaan doen, want het is een schitterend doekje. En als je hier iedere keer in en uit moet voor alle onderdelen, dan gaat het denk ik niet zo heel erg leuk worden. Ik denk dat we dit met z'n tweetjes moeten gaan doen. Maar komt goed. Okay. Goed, over 2 weken kunnen jullie stabiel gaan varen. Okay. Ja. Als de vloerbedekking maar wit blijft, dat is het belangrijkste hier. Ja, nou ja, ik zat er al net te kijken. Dat komt goed, daar zijn we mee bekend met witte vloerbedekkingen. Oh, okay. Ja, dat gaat helemaal goed komen. Ja, en aan de andere kant, zit hij dan, het maakt voor ons niet uit hoor, maar zit hij dan in hetzelfde spand? Of nee, zit hij dan, dan hier door het gat heen. Oh, meen je? Ja. Oké. Okay. Ah, oh, dan meen je. Oh. Ja. Oké, okay, nou. Dus als je eenmaal in dat gat bent, dan kan je daar gewoon een eenpersoons bed kwijt. Dus, Alleen om er te komen is het. Oh, nou ja. Het is maar goed dat ik niet zo groot ben. Het is maar goed dat ik niet zo groot ben. Je gaat er al in, nee toch? Nou ja, ik wil wel heel even kijken hoe dat eruit ziet daar. Ja. Oh. Dus ik wil wel eventjes. Ja, maar ik heb ook gewoon op mijn laptop een bestandje staan hoor. Ja, nou ik vind het altijd fijn om eens te kijken. Misschien kunnen we het zo wel zien. Oh, dit wordt. Rens had me al gewaarschuwd. Die zei al, ik zou er met z'n tweeën doen als ik jou was. Ik snap nu waarom. Ja, nee, komt goed. De locatie aan zich lijkt me perfect. Ja? Ja. Ja. Diep genoeg, zo ver mogelijk naar buiten. Nou, halve regen ongeveer, dat is altijd goed. Maakt voor ons niet zoveel uit, maar is prima. Ja, komt goed. En dan de kabels, die kunnen naar de gang toe. Ja, want we hebben inderdaad nog een besturingskast, we hebben nog een displaytje, daar moet nog wel mee. Ja, de besturingskast hadden we ook wel een plekje voor gevonden. Oh jee, ik ben nu al bang. Ja, wat hebben jullie voor iets leuks bedacht? Ik durf het bijna niet meer te vragen. Nee, ja, even, doet u maar, wat moet het worden? Ik wil even door de gang lopen. Ja, ik ga opzij. Hieronder zit een kabelbaan. Ja. Hier komen de kabels erheen. Zo. Dan gaat de kabelbaan naar links af. Dan komt die. Hier zit allemaal luik hoor, onder de vloer. Ja. Dan gaat die hier onderdoor. Ja. Zo. En dan komt die in de elektriciteitskamer uit. Oké. Okay. Nou, zullen we even kijken. Komt die hier uit? Hier. Oh ja, oh, dit is mooi. Dan hebben we hier de kabelbanen en dan zou die daar tegenonder zou die ertussen passen. Hier. Dat die. Ik moet alleen even meten hoe breed de kast is. Want de kabelbaan dit is, loopt. 40 breed, 50 hoog en de deur moet nog open kunnen. Ja. Denk dat het precies past. Nou, precies is genoeg hè? Ja, precies is genoeg. Ja, dit gaat precies passen denk ik. Qua breedte ook? Ja, de breedte gaat lukken. Het is vooral de hoogte, omdat hij natuurlijk een beetje omhoog doet.
Ja, en anders had er eens een bedacht tegen het schot aan. Ja, ik denk alsof het door gemaakt is. Oh, mooi. Ja, ik denk dat hij gewoon op een halve centimeter links heeft bovenonder, dat hij precies gaat passen. Ja. Hij komt dus alleen iets te voorbij. Als ja, dat maakt niet uit. Maar ja, anders had er eens hem daar op de wand bedacht, daaronder. Ja. Ja, hij, dat kan sowieso. Dan had hij hem ook bedacht. Ja, dat kan sowieso. Je hebt natuurlijk Bartels aan de onderkant van je kast zitten. Er moet wel een kabel doorgevoerd kunnen worden. Ja. Je wil hem niet helemaal strak klem tegen je vloer aan hebben. Het kan zijn, we zullen hem gewoon even er tegenaan houden. Ja, als de kabels er netjes onderdoor kunnen zonder dat ze tegen dek aan zitten, dan hangen we hem hier. Ja. Mocht daar echt niet meer goed zo'n kunnen, dan gaan we hem toch daar plaatsen. Maar hier ergens in deze, in deze ruimte, dat is geen probleem. Ja, ja, de badkamer staat zo raar, hè? De badkamer staat zo raar, hè? Dat is misschien niet de beste plek voor een besturingskast, hè? Nee. Oké, helemaal goed. Volgende, een displaytje. Ik zou nog ergens kwijt. Een display? Een displaytje, Oh, dan moet je even naar boven. Ja, helemaal goed. Wat zeg je? Ik zei, dat is lekker. Ik ben even helemaal afgeleid. Ik kom met de zeebaard. Tegen de machinekamer van zeeschepen gevaren. Okay. Ja, dus ik was even hier heel gelukkig van deze machinekamer. Ja, ja, ik was heel even afgeleid. Ja, we gaan verder naar boven. Er zit uiteraard ook een displaytje bij het, de display. Bij het systeem. Hadden jullie daar al iets voor bedacht? Ja, de display. Deze mag eruit. Ja. Daar mag hij in. Oh, nou ja, dat hoef ik niet eens te meten. Dat gaat wel lukken, denk ik. Ja. Hoe kom je daarbij? Vind je dat luik wat anders? Ja, je kan hier, als je deze open doet, dan kan je er gewoon achter. Oké. Heb je enig idee hoe dik het hout is? Ja, een centimeter of ik denk 22 mm. Oké. En dan de remarine, daar moet dan een interface voor komen. Oh, oké, helemaal goed. Ja, en dan hier boven ook. Ja. Nou, moet goed komen. Ja? Ja, zeker. Dus we gaan ze er toch maar onder zetten. Gaan ze er denk ik toch maar onder zetten, ja. Daar gaat het leven wel wat rustiger maken op het water, ja. Oké. Okay. Ja, we gaan ze eronder zetten. Dat gaat helemaal goed komen. Dus op het IJsselmeer dondert er niks meer om? Als het goed is, niet, nee. Daar gaan we voor. Dat is het doel. Niks meer wat omvalt. Ja. Nee, dat komt helemaal goed. Ben benieuwd. Ja, zeker. Ja. Wordt vervolgd. Wacht op wens. Aan bakboord en stuurbaan wordt dus allebei een bus. Tussen de woudgaten houden we parallel aan de kiel. Ja. Dus hij kan zo gezet worden en zo. Bout gaat aan de binnenkant en de andere kant in. We sjouwen ze niet mee naar binnen, we doen het wel van buitenaf erin. Ja. En dan gaan we binnen even kijken. Goed. We moeten ook even alle accu's afkoppelen. Ja, dat. Dat zult u hier op de werf wel kennen. Nou, dan lopen we even naar, goed. Naar onze onderkomen. Ja? Het wordt lekker weer deze week, toch? Ja, hartstikke lekker. Dat is niet erg om op het bord te zitten. Ben blij mee, hoor. Ja, lekker vakantiehuisje bij Altena. Ja, leuk. Leuk vakantiehuis toch? Hebben jullie. Ja. We hebben een terras. Ja, mooi. Nou, lieverd. Hij slaat. Oh. Oh, jullie liggen op bed? We hebben op dekkingsreis. Ik heb Rens meegenomen. Rens. Ik weet het, ik kijk op de wc, maar ik... Kijk hoe de wc werkt. Ja, en kleren uitpakken. Oh. Ja, we gaan vanaf voor het eerst hier slapen. Wordt dat spannend? Ja, het is gewoon licht, hè? Oh. Ja, op geen gordijnen. Zijn we om 6 uur wakker morgen? Ja, ja. Nou, welkom in ons optrekje. Mooi. Ja, dank. Goed voor elkaar. Ja. Ook maar een bakkie. Het is net of je in zo'n huurhuisje zit. Echt, hè? Kijk, nou. Wat voor schip is het? Mensen. Oh, dat is het gemaakt.
is een, het is wel een onwijs mooi ding. Een Nicolaas Witsen. Nicolaas Witsen. Koffie, jij hebt zwart. Ja. Jij hebt ook zwart, zo zwart mogelijk. Let's